Het afstandsonderwijs via de televisie zal morgen van start gaan. Dit heeft minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren bekendgemaakt tijdens de persbriefing van de overheid. De bewindsvrouw gaf aan dat het ministerie het liefst vorige week was begonnen met het afstandsonderwijs. Echter was er voor het samenstellen van een landelijke programma meer tijd nodig. Dit afstandsonderwijs is door minister Ferrier geïntroduceerd in verband met de verlenging van de COVID-19 maatregelen. Door onder andere de partiële lockdown die in Suriname van kracht is om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, blijven de scholen vooralsnog gesloten. De tv-stations die nu zullen uitzendingen, en dat is vanaf morgen, dat zijn NEI op 8.3, TV Binnenland op 8.6, die is echt helemaal in Zuid-Suriname, Zuid-Sipaliwini te bereiken, en Rasonic in Nikeri. We zijn ook nog bezig met DNA-TV op 8.4, Dime-TV op 8.5 en ATV op kanaal 12. En daar zullen de lessen ook binnenkort te volgen zijn. De uitzendingen zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag. Beginnen om 9 uur en de herhaling is in de middag. En in het weekend, zaterdag en zondag, worden de uitzendingen ook nog een keer herhaald. Ik mag u verwijzen voor het volledig overzicht. Is te zien op onze Facebookpagina. Het zal ook zijn op de COVID-website en ook op de website van het ministerie education.gov.sr. Verder laat Ferrier optekenen dat er vanuit het ministerie zoveel mogelijk gewerkt wordt aan een uniforme aanpak van het afstandsonderwijs. Ze zeggen dat schoolleiders en directeuren op de hoogte zijn gesteld van de andere instructies die getroffen moeten worden. Ferrier gaat in op deze instructies. Elke leerkracht maakt een WhatsApp-groep van de klas door tussenkomst van de ouders, vooral wat de basisschool betreft. Dagelijks wordt de leerstof met opdrachten voor die dag aangeboden vanaf 8 uur 's morgens met de bijbehorende instructies. En het correctiemodel wordt de volgende dag samen met de andere leerstof opgestuurd. U begrijpt dat de ouders en eventueel oudere broers en zussen van het gezin een heel belangrijke rol zullen spelen om de jongere kinderen daarbij te begeleiden. We vragen aan de ouders om zoveel mogelijk vragen te stellen op een vast tijdstip dat de leerkracht zal doorgeven. Bijvoorbeeld, ik ben van 5 tot 6 middags bereikbaar voor vragen over de opdracht. De WhatsApp-appsgroep zal uitsluitend gebruikt worden voor het versturen van de lessen. Voor de leerlingen waarvan de ouders niet via WhatsApp bereikt kunnen worden, zullen er individuele afspraken gemaakt worden en zullen er aparte lespakketten gemaakt worden. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren op de persbriefing van de overheid rond het COVID-19-virus. De minister doet een beroep op de leerlingen zich elke dag bezig te houden met de leerstof en vooral veel te lezen.